Kun je toch zien, Ronald, ik wil er toch even over beginnen, dat we vandaag een vrouw bij ons hebben. Maar die denkt toch aan alles. Ik weet niet of jij dat thuis hebt. Als Pasen is, dan krijg je zakjes op tafel. Ja, dan hangen er eitjes in. Ja. En gele kleedjes en zo. Bij mij is dat wel zo. Ze zijn allemaal wat attenter. Dan kijk, en Georgie gaat ook mee. Oh, ja. Dus we hebben ook eitjes in de bus, Ronald. Hier, kijk. Ja. Oh. Hier de eitje. Hè? Een beetje versiering, Georgie zorgt een beetje voor de sfeer. Dat is toch een beetje, ja, het is decoratie, hè? Ja. Dat paasgevoel, wat is het paasgevoel, jongens? Veel eieren eten, toch? Of niet? Ja, veel vreemd. Ja, veel eieren. Ja. Bij mij wel, in elk geval. Ja, het zijn toch altijd die eitjes, hè? Die heb ik meegenomen, daar heb ik aan gedacht. Oh, lekker, voor in de bus, hè? Voor in de bus. En genoeg eitjes. Het is morgen pas trouwens eerste paasdag, hè? 1 april, daar moeten we wel mee uitkijken, Ronald. Zo is het schip. Mooi schip, ja joh. Zodat Lucas ook meest. Lucas is aan het schoonmaken, joh. Ja. Je bent gek op bootjes, hoor. Ja, maar die is wel mede groter, nee. Hoi. Ik zei net van, zal dit Lucas wezen? Ja, klopt. Nou, ik ben zelf niet Lucas, maar het schip is Lucas, ja. Het schip is Lucas. En jij bent dan ook de schipper, denk ik? Of, de stuurman hier aan boord. De stuurman? Ja. En dan lig jij hiervoor geladen met... We zijn net aangekomen en we hebben 725 ton bitumen bij ons voor de wegenbouw. Dat is vloeibaar waarschijnlijk? Ja, en warm. 180 graden is het. Dus, ja. En dat gaat dan door deze slang, Deze slang onder de weg door. En bij die buizen helemaal weer omhoog. Ja. Ja. En dan doen we 2 tankjes los en dan gaan we ook Pasen houden. Ja. Ja. Dan hebben we het weer verdiend. Ja. Is dat ook te zien, dat bitumen? Dat je bijvoorbeeld ergens in kijkt dat je de massa ziet of niet? Ja, het is wel te zien, maar er zit allemaal H2S in. En het is eigenlijk niet gezond om zeg maar, zo boven je tank in te ademen. Nee, zeg maar. Daar kom bij de dag niet mee door, bedoel je? Nee. Het valt wel mee, maar het vervliegt heel snel. Ja. Je moet niet op de kop in de tank gaan ademen, want dat is niet gezond. Ik ruik het al een beetje nu trouwens, ja, asfalt. Ja, je ruikt het wel, ja, inderdaad. Ja. Nou, is Ronald van de lengtes. Ja. Hoe lang is hij? Wat een gokje. Dan zal dit weten. Ik kan spieken nou. Ik denk een metertje of... 40. Nee, ik zou zeggen 60. 75. Oh, okay. We zijn heel slecht in lengte. Ja. Maar ding altijd even langer zijn. Ja. Ja? Ik weet niet wat het is. Goedemorgen. Wij dachten, wat voor tafereel is dit? Ja, wat gebeurt hier? Al, want onze trainer heeft alles uit de kast getrokken. Maar Radio Noord erbij, of TV Noord. Ja, maar wat gebeurt hier dan? Oh, ze hebben hier straks triathlon training, maar dat kunnen ze beter zelf vertellen. Jullie doen dus aan triathlon? Dat klopt. Ja, dat is rennen? Fietsen en zwemmen. Oké, en jullie gaan hier straks? We gaan zo een wisseltraining doen. Dat van hardlopen naar het fietsen, of naar fietsen naar het hardlopen toe. Oké, maar het zwemmen, waar oefen je dat aan? Nou, dat is gewoon anders in het zwembad. Ja. Maar nu gaan we alleen de wissel oefenen. Oké. En dan doe je mee uiteindelijk aan? Een 8e triathlon. Dat is 750 meter zwemmen en 25 kilometer fietsen en 5 kilometer hardlopen. Dat redt mij niet, Ronald, denk ik. Niet op één dag, denk ik. Vast wel. Ja. En dat doe je dan ongeveer hoe lang over? Een uur en een kwartier, denk ik. Hè? Je doet ook mee met de hond? Ik doe ook mee met de hond, ja. Ja? Een triathlon. Een triathlon. Ja, zo hoor. Ja. Zo. Wij wouden de triathlon een beetje op de kaart zetten. Dat lijkt me een uitstekend idee. Ja. Steeds meer, man. Ongelooflijk. Dit wordt een populaire sport, man. Ja. Het is ook een sport in de lift. Ja. Een van de sterkst groeiende sporten in de afgelopen jaren, schijnbaar. En het eerste rondje gaat het alleen maar om kijken wat het rondje is, hoe de bochten erbij liggen, is het grind of niet. Het tweede rondje gaan we versnellen, dus rijden we in totaal 4 versnellingen, 4 steigerungs. Wat er nou om over? 2 kilometer dit, 3 kilometer dat.
Nou zijn wij dus in Drenthe, Roden. Maar, Joyce... Ja, dat is op hoge uitzondering wel even, hoor. De aanleiding is eigenlijk heel Gronings, hè? Heel Gronings, ja. Maarten is 10 jaar en die is ontzettend fan van RTV Noord. Vooral van Expeditie. En dan gaat hij zijn spreekbeurt over ons houden. Nou, tof is dat, man. Een spreekbeurt over Expeditie Run. Nou, dan zijn ze over jou nog niet uitgepraat, denk ik. Nee, dat was een hele lange spreekbeurt. Nou, daar ben ik ook bang voor. 10 jaar, geweldig. Is dit onze grootste Drentse fan, of niet? Denk het wel. Dan moet ik er wel in komen, denk ik, hè? Ja. Ja. Dit is je eerste voorbereiding voor de spreekbeurt. Ja. Ja. Dus wat wil je allemaal van ons weten dan? Weet niet. Wanneer zijn jullie begonnen met Expeditie? Nou, bestaat al langer dan een jaar inmiddels. Ja. September 2016. Ja. Ronald is een man van de getalletjes. Ja. Ja. En van de lengtes. En van de lengtes. Ja. Moeten we jou nog wat laten zien? Jawel. Ja? Wat wil je naar hem zien? De bus van binnen of zo. Ook een rondje rijden zeker in de bus. Ja. Ja, natuurlijk. Dat is wel mooi. Ja. Je moet ook een cameraman spelen, vind ik. Hoort er ook bij. Wel, ja. Dan is dit dus de plek waar Joyce is. Doen we de bus even open. De computer zit erin. Ja, dat is wel handig. En op die computer gaan we continu een beetje zoeken van wat voor berichtjes zijn er allemaal. Wat voor leuke dingen er zijn. En wat voor leuke dingen er zijn. En dan zegt Joyce van, oh Ronald, ik heb weer wat. En dan bekijken we dat. En dan beslissen we van gaan we naartoe of niet naartoe. Je wil alleen op die plek zitten, denk ik, of niet? Jawel. Ja? Gaan we even zien. Kijk, die kan zo mee de volgende keer. Ja, hè? Dit is binnen. Ja, dat is binnen, ja. Het ziet er ook gelijk heel natuurlijk uit. Ja, zit ook wel lekker. Het zit ook wel lekker, hè? Ja. Ja, dat dacht ik wel. Nou, Mart, dan krijg je officieel een microfoontje. Zo? Van Joyce. Die geeft ze maar zelden weg, hoor. Dus dat is wel een heel speciaal moment. Ja, dit is echt een speciaal moment. Mag maar onder je trui. Nou, dan mag je hem daar ergens... vastmaken of moet ik het even doen? Moet je even zeggen, test 1, test 2. Oh, test 1, test 2. Duimpje erbij. Hij doet het. Ja. Nou, ga maar achter het stuur. Ga maar zitten. Oké. Nou, dat ziet er ook fantastisch. Dit plaatje hebben zo. Ja. Nou woon je natuurlijk Roden, Drenthe. Ja. Waarom ben je dan fan van een Gronings programma? Nou, dat vind ik. Mijn oma woont in Groningen. En, ik weet niet, ik heb niet zoiets met... Drenthe gewoon. Ik vind Groningen wat mooier. Ja, mooi dan Drenthe, hè? Ja. Ja. En ze proten Grunners. Kun je zo'n beetje Grunners proten? Ben je wel, maar niet perfect. Niet perfect. Nee. Leuk programma ook. Ja. Ja. Hems in Drenthe niet, hè? Weet niet, ik heb er nog nooit naar gekeken. Naar gekeken, ja. Plaag een beetje, hoor. Op je schouder. Ja. Zo, en die hand gaat hier een lusje heen. Zo. En die zet je hier. En dan moet je hier doorheen kijken. En dan film je Joyce, denk ik. En ik film jou. Voelt dit dan, Mart? Wel cool, maar wel zwaar. Ja, zwaar, hè? Ja. Nou, zwaar met hem naar mama. Ga gewoon een rondje rijden. Ja. In de expeditiebus. Kun je ook zeggen dat je dat beleefd hebt? Ja, dat is wel cool. Mooie dag zo. Ja. Dit is een mooie expeditiedag zo met dat zonnetje. Ja. Wat leuk, joh. Dan ben je 10 jaar en dan ben je een groot fan van Expeditie. Ja. Dat vind ik ook wel leuk, hoor. Ja. Oh, je moet... daar zit water, dus nu moet je eigenlijk een stukje omrijden. Oh, dan zijn we wat langer onderweg. Ja, ik vind het niet heel erg, hoor. Vind ik ook niet erg, hoor. Nou, we zijn er weer. Zo, je spreekbuur is binnen, jong. Ja. Dat wordt een 10. Dat wordt een 10, ja. Ja. Hier. Juice Lake. Ja, dat gaat het vertaald. Juice, hè? Ja. Sap. Ja. Lake is, Ronald? Meer. Meer, dus? Sappen. Sappen, meer. Ik ben in Juice Lake. En het is die maar gekost, Ronald. 3 kindertjes. Nee, joh. Iets met bakmel of zo, denk ik. Met paas. Oh, ja, natuurlijk, ja. Dat raampje maar in op. Hallo! Ik zit er net vast wat met polsen te maken. Met polsen? Nee, ik heb honger. Altijd honger. Oh, altijd. Maar het waren gele zakjes. Ja, dat klopt, ja. Maar dat is toeval hier, hoor. Dat is altijd zo. Ja, dat is toeval. Ja, ja, ja. Altijd zo. Sorry, ik ben vrouw, hè. Oh, je bent vrouw? Ja. Dus ik kom in mijn broer de straat. Ik ben graag grun leren. Maar het... Dat wie een vrouw grunners kan laten proeven, dat is uniek. Groen, dat is uniek, ja, natuurlijk. Ja, grunners, het is half stroom afbrengend water, hoor. Dus het is niet veel, maar... Dat gaat behoorlijk goed, hoor. Ja. Nou ja, we proberen het. Ja. En mooi tol wel, hè, Grunners, hè? Hele schierig tol. Ja.
Kees is altijd honger. Kees is wel een vrolijk mannetje. Ja, zeker, zeker. Want u bent ook grepen door de muziek, begreep ik. Ja, ja, zeker. Ja, ja. Ja. Ik vind Erwin de Vries, dat vind ik een topartiest. Die is van Blief met die poten van mijn poedie. Ja. Daar is het. Wel dan mijn breuer, het pekel kwam geliek. En met ons goud getraind fysiek, luiden we ons zijn. Met de poten van mijn poedie, anders kom ik even bij met mijn pa en met mijn oompie. Ja, ik kan mijn mol zingen, dat is geen probleem. Nee. Het komt een schier uur, vind ik, hoor. Ja, nou ja, goed, ja. Het is, ik vind het knap. Ik denk als men probeert en ze zijn dat ze probeert, ja. Dat al heel veel is. Ja. Dat al heel goud is. Nee, want ik ben de grunniger natuurlijk. Ik ben hier geweldig van gecharmeerd. Wie komt man van platteland, dat is het mooiste. En dat verbindt ons elkaar. Dus dat is... Dat was allemaal zo in Friesland waren. Ja, ja, ja. Dat was allemaal geweldig. Ja, dat weet ik nooit of je allemaal zo bent, maar ja. Er is in ieder geval aarde. Dus daar is dat hier. Ja. Ja. Ja, we kunnen het ook zijn Friesland. Dat is mij eigenlijk helemaal geen probleem. Maar dan komt het bij deze broer te strot in waarschijnlijk. Ja. Nou, vrouw, een keer de weg aan een vrouw. Nou, waar moet je heen? De paasbuls. Oh, dat is nog een stuk verder. Zo, aardig bultje, Ronald. Ja, dat is hem. Oh, die wordt nog wel over, denk ik. Voel, maar ik krijg een lift. Hulptroepen. Ja. Moet je hem lift hebben? Ja, wie wil hem lift hebben, ja. Ja, zeker. Als een kern. Klim achterin. Dus. Ja, achterin. Rollen ze dan bij? Rollen ze dan wel een bier, hoor. Ja, we zijn er, jongens. We zijn er. Hey, ik zie al boom taxi. Zo, wat service hier. Ja, zeker, zeker. Nou, is dit gewoon echt midden op veld? Of zit je hier ook met de regelgeving? Ja, tuurlijk. Ja. We moeten zoveel meter van de bewoonde wereld afleveren. Maar dit is nou mooi stee, hier zo. Dit maakt wel van die boer altijd bruiken. Ja, ik wil weer, ben wel dankbaar voor. Oh, dit is wel het hoogtepunt van het jaar aan het over. Dit is ook zo'n beetje het hoogste punt, hoor. Dat klopt wel, ja. Ja, dat klopt wel. Doe je snel in de taxi, maar ook de bewolking, begrijp je? Ja, dat klopt. Ja, ja, we mogen het een beetje in de gaten houden. En, zorgen dat er niks meer bij opkomt straks. Van het verhaal dat toch paasbult stiekem in de brand wordt gestoken, dat is er altijd weer. Ja, dat hoor je ieder jaar weer. Nou ja, tot nu toe zijn wij daar van vrijgebleven en we hopen dat dat ook dit jaar weer gebeurt. Traditie hier? Ja. Sinds een jaar of 20, 24 zo is. Okay. Ja. Dus morgen? Morgenavond. Kalkwijk. Half acht. Ja. We hebben morgen koek en soepje erbij, dus... Of hij is allemaal op? Nou, dat wordt een beetje te gek. Joyce ook met. Nou, bedankt voor de service. Ja, graag gedaan. Ja. Even de handschoenen bij uit. Ja. En succes, Meuk. Je plaatje ook al gezien, hè? Wat weertje, ja. Alleen de kleur al van de kruiwagen, Ronald. Ja, het is weer voor de tuintjes, hè? Weer voor de tuintjes. Eén man en twee vrouwen. Met Toentje bezig? Nee, ik nooit, hoor, zeker. En van wie is de kruiwagen? Want daar hebben wij op gehapt. Die is van jullie? Ja? Een roze kruiwagen? Ja. Waarom roze? Ja, waarom niet? We zijn allemaal meisjes in huis. Nou, dat is toch leuk? Okay. Nee, ik vind het netjes. Wat vindt de buurman ervan dan? Die is hartstikke mooi geworden. Ja. Of komt hij de kruiwagen blijven? We zijn onderweg naar Siddenbuurt. Hartstikke mooi. Ja. Krijgt een nieuwe brandweerauto. Jullie? Nee, in Siddenbuurt. Waar zijn we nu, Ronnie? Wij zijn in Schildwolde, Ronald. Ja. Daar ben ik vorig jaar juli ook geweest. Ja. Brands, de jeugdsoos in de cv-ketel. Verwoestend is dat geweest. Dit was in stee, hè? De frituur, hè? Ja, niks meer van over, ja. Kijk eens. Ook daar is allemaal kapot dus. En toen lag het hele verenigingsleven van Schildwolde lag plat. Want iedereen die maakte gebruik van dat gebouw. En dan begreep ik dat vandaag de officiële heropening. Nee, die heeft wel. Ik zeg, het is feest in Schildwolde.
We wonen hem gaan kijken, dat kan vast wel. Ja. Breng hem maar! Mooi! En wat ik wel bijzonder vind, want zou ik hier vorige keer eerst ben, dan stond er door. Ja, klopt. En dan staat er door, hè? Knap, hè? Ja. Het is ons noodgebouw voor eerst. En dan aan de andere kant, waar het oude gebouw gestaan heeft, daar komt een multifunctioneel centrum. Ik dacht, dat is de nieuwe, joh. Je hebt het over noodgebouw. Ja, noodgebouw. Maar ziet eruit als een nieuwe jeugdsoos. Ja, mooi, hè? Ja. Dit is nog niet de echte. Mooi, jongens. Mooi, ja hoor. Ja, mooi, hè? Ja. Ja. En polkaartje. Gezellig, hè? Mooi, hè? Ja. Nou, daar staan langers komen. Dan zou je zoveel op nood. Maar dan zat je in werkelijkheid ook eens een keer. Je kan ook wel in Belsen, hoor, als er mee ligt, hè? Nee. Nee, heb je een polkaartje? Kom maar in. Gezellig, toch? Ja. Het is allemaal belangrijk dat dit er weer is, hè? Ja, dat, hè? Ja. Als het dan moet, dan ligt het dan. Ja. Nou. Oh, nozems. Hey, Ronnie. Hey, mooi. Hoi. En krassen? Ja. Heb die helpt naar bij jou af. Ja, hè? Dat is wel zo. Kijk, netjes. We kunnen mijn bed eens in. Kijk. Kijk eens, hè. Ben je al 16 meer, of niet? Nee. Ja, zeg maar ja. 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 Maar dan mag u niet door vertellen. Nee, maar hoor, dan mag u jullie aan, Kras, hoe dat gaat. Kijk eens. Hoppa. Hupsiegee. En er sluit nog heen, hè. En daar links. Kom. Zo, we willen helemaal Kras, dus zit er buur. Nou, dat gaat hoor. Nou, daar zijn ze, Ronnie. Ja, dat zijn de crossers van Sibbehoeden. De matadoren. Ja, en dit is een beetje jullie crossbaantje, zeg maar. Ja, dat is mooi van platteland, jongens, hè? Een beetje crossen. Maar ik kom zelf niet op deze omgeving, nee? Ik kom zelf uit Zwartsluis. Nou, actie. Nou, dat komt wel. Komt ie aan. Ja, ik zie door de plaats weer. Ja, ik was geen crosser. Maar jullie wel, hè? Jullie hebben ook een motor, hè? Begreep ik, hè? Mijn vader had vroeger een cross. Ja. Hupsa! Hupsakee, kies het wel, Mio. Joyce, waar gaan we naartoe? Nou, Siddeburen, naar de brandweer, denk ik. Want ze hebben wel echt een verhaal. Hun brandweerauto die is in de sloot terechtgekomen in 2015. Toen kregen ze een leenauto en nu hebben ze een nieuwe brandweerauto. En dat gaan ze allemaal feestelijk inleiden, zeg maar. Dat nieuwe... Draai maar eens om, Ronald. Huh? Draai maar om. Wat? Ik heb maar. Kijk, hier. Ach, hier. Nou, nu we het erover hebben. Nu we het erover hebben, toevallig zijn we daar ook al aan een nou, keer. Nou, dat is toch niet te geloven, joh. Dat is toch niet te geloven, kerel. Wat een timing, Joyce. Rood, hè? Brandweerrood is altijd rood. Mooi rood is die lelijk. Ja. Zo, ben jij de nieuwe brandweerman? Nee, nog niet. Nog niet? Word ik wel. Wil je dat gaan? Ja. Nou ik iets op ben. Ja. Welke kapper hebt u? Eigenlijk dezelfde als die jij hebt, denk ik. Dat dacht ik al. Ja, ja, ja. Nee, bij mij is 3 keer per week. Ja? Ja. Ik doe het om de dag. De sirene mag wel aan, hoor. Nee, dat mag niet. Ah, jawel, joh. Hij wil ook de sirene aan. Nee, niet zeggen, man. Ik weet niet welke knop het is. Nee, zit maar niet aan de knoppen. Mag ik even maar aan, hè? Jij bij mij, ik bij jou? Oh. Oh, het is echt een paasgedachte, hè, dit. Eitje. Eerst een tweede paasdag. Ja. Ja, als brandweerman, bist u in de zeep nemen, volgens mij? Ja, bijna wel. Ja, wat is er zo bijzonder aan deze auto? Nou, deze auto dat is gewoon een fantastische mooie auto. Ja. Als je de opbouw ook ziet, zeg maar, hoe mooi dat die afgewerkt is en opgebouwd is, dat is gewoon fantastisch. Dat is echt geweldig. Je kiest er echt warm van worden, ja, hè? Ja, absoluut. Ik kreeg er gewoon alweer kippenvel van. En Ronald wil vroegen waar nou lang de ladder is. Ja. Oeh, hoe lang is de ladder? Nou, zeg maar, we kunnen 30 meter net niet redden, no? Maar 15 meter even. Ja, 15 meter. Lukt dat, Ronald? Ho! Oh. Nou, help de bier op. En hoeveel mensen kennen die erin zitten, hè? Nou, Bram, wil u? Nou, als we hem kijken, dan kennen we 1, 2, 3, 5, 4 man, 6 man achterin, zeg maar. En hier voor nog 7, 8 man even metnemen, dat kan. Kan die? Juist. Daar is het. Hij is aan. Ja. Ik heb brandweer volgestaat. Nou, poes de potten, Ronnie.
Druk maar op die blauwe knop. Ja. En nou erop die rode waar het toetertje op staat, de Noost. Druk dan maar op. Wat lawaai, hè? Vreselijk, hè? Dat is echt een brandweer. Ik ken die ons niet meer uit. Nee, zoveel lawaai zit er, hè? Dit was hem trouwens, Expeditie Grun. Kijk, hartstikke mooi. Super, super. Mooi afsluiten zo. Mooi in zo, hè. Ik hoop dat ze bij hun door en aan de kade van televisie. Tot ziens, tot morgen. En oren dicht. Jazeker. Hoi.